Hallo, welkom bij mijn allerlaatste video uit deze Halloween-series. Ik heb namelijk nog één Kiss-inspired Halloween-tutorial gemaakt. En ik laat jullie nu zien hoe je die moet maken. We beginnen deze make-up look met de Evian Facial Spray. Deze Facial Spray is een limited edition, maar je kunt hem ook gewoon kopen. Daarna ga ik de NYX Pro Foundation Mixer aanbrengen in de kleur 03 White om mijn gezicht echt een witte tint te gaan geven. Dit doe ik met een foundation borstel van Real Techniques. Dit poeder ik af met een doorzichtige finishing powder, de Freedom Hadzee Pro Finish Powder. En vervolgens is het tijd voor mijn horentjes. Deze zet ik aan met Lime Crime Liquid Liner in de kleur Quill. En een wenkbrauwpotloodje. Alle producten die gebruikt worden trouwens hieronder gelinkt. En daarna gebruik ik de zwarte kleur uit het W7 Lightly Toasted Natural Nude Eyeshadow Palette om mijn wenkbrauwen een donkerdere kleur te geven. Mijn kleurrijke tranen maak ik met het Urban Decay After Dark Eyeshadow Palette. Ik meng de kleuren met een heel klein beetje water en ga dan aan de slag. Met een fijn penseeltje. Dit kan je een beetje doen naar je eigen voorkeur met de kleuren die jij eigenlijk het liefst wil. Ik vind het wel een mooi vlammetjes effect geven. Daarna doe ik mijn lippen met de NYX Turned Up 03 in Privileged. Het is een lipstick, een heel felle roze lipstick, maar ik ga erover met een zwarte poeder om deze echt mooi mat te maken. Hey, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze make-up Halloween tutorial heel erg leuk vinden. En dat jullie hem misschien nog wel gebruiken vanavond. Doedels! Vergeet je niet te abonneren voor meer video's. En like als je deze Halloween tutorial leuk vond.